dus samen met ProRail en het Ziekenhuis van de Wetenschap een stationslab. Dit jaar is het thema wachttijdbeleving. We willen mensen vragen van wanneer voel je je prettig als je een trein aan het wachten bent. Daar hebben we 3 experimenten voor ingericht om echt te testen of mensen rustig of onrustig worden van een bepaald type wachtkamer als ze erin gezeten hebben. Dus die keuzes van het brein messen die met de keuzes van het hart. En die resultaten die willen we graag dadelijk gaan ombuigen naar maatregelen. Dus hoe kunnen we een wachtruimte dadelijk aangenamer maken voor de reizigers.